Welkom bij een nieuwe editie van Gamekings for Kids. En ik leg het nog één keer uit, het is niet bedoeld voor de kleine kinderen. Het is bedoeld voor jou, de ouders van kleine kinderen. Um, en wat oudere kinderen, zeg maar tot een jaar of 12, 13. Daarna beslissen ze vaak zelf al wat ze willen gamen. Er zijn gewoon heel veel vragen bij ouderen. Welke games zijn nou wel leuk? Welke games zijn niet leuk? Welke problemen leed, uh, loop ik tegenaan? En vanuit onze eigen ervaring inmiddels met het hebben van kinderen, althans bij Boris... Vinden we het leuk om daar af en toe een item aan te wijden waarin we ja bepaalde aspecten gaan bespreken en meestal ook één game eruit vissen die uh, vo volgens ons heel erg leuk is. Uh, we gaan het straks hebben over die game. Dat is Stormworks. Ja. Een game die al wel een tijdje uit is. Uh, maar ik wil het toch nog even hebben, Boris. Um, over. <laughs> daar komt hij weer. We hm. hebben het er al wel over gehad uh, tijdens uh, de afgelopen uh, weken. Uh, ik heb het over Palworld en dan gaan we het niet hebben over het slecht voor de gamesindustrie is of is het nou AI-generated of wel of niet. Feit is heel veel Kinderen spelen dit op dit moment. Uh, ja. Pokémon is ontzettend hot. Uh, op dit moment. Elk kind weet wat Pokémon in is. En dit is Pokémon met Guns. En nu weet ik ook. Althans, dat denk ik als je het hebt over kinderen van een bepaalde leeftijd. Die zegt Pokémon vinden ze het tof. En guns. Dat is ook heel erg spannend. Dus die mix bij elkaar. Wauw. Ja, ik moet je zeggen, ik heb het nog niet gespeeld. Ook niet gespeeld met mijn kids. Nee. Um, want, zou, want, want mijn vraag is eigenlijk heel simpel. Uh, zou je dit. De game is niet duur. Het is 26 euro op en Steam, volgens mij. Het staat op Game Pass. Mm -hmm. uh, ik heb het zelf zitten spelen. En ik, ik, ik betrapte me er wel op dat ik bepaalde dingen niet tof vind. Want het mooie aan Pokémon is dat er ook een. Er zit een bepaalde vorm van geweld in. He, je bent yeah. aan het battelen, maar het is niet. Geweld, geweld. Maar het is Nintendo, is daar natuurlijk heer en meester in. Exact. Om en... het gewoon heel stijlvol en sfeervol en niet gewelddadig te laten zijn. Exact. Maar hier dat... zie je dus: uh, ja, je moet, feitelijk moet je eerst die Pokémon weak maken. Dus zwak maken, zodat je met je Pokémon-bal kan pakken. En dat doe je dan inderdaad met raketten en met mitrailleurs. Je kunt Pokémons ook eten. En dan kun je ze in een levend in een kokend water gooien. En dan gillen ze en dan gaan ze dood. En toen dacht ik bij mezelf: ik snap dat dit. Aan, aan iets bij kinderen wat spannend is. En, en, en geweld is zeker ook spannend. Uh, maar of, of ik dat nou tof zou vinden. Nou ja, ik ik vind het zelf niet leuk. Nee, ik, 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 ik snap dat. Ik zou. Um... Uh, kijk, je, wat je krijgt, het hangt er vanaf hoe, hoe, hoe oud zijn je kinderen zijn. Weet je, dus stel je voor dat je een, uh, uh, een heel gevoelig jongetje of meisje hebt. Mm -hmm. van, weet ik veel, 4, 5, 6 jaar oud. Ja. ja, dan denk ik dat hij dat niet gaat trekken als je Pokémons in kokend water gooit. Nee. Maar ja, er zijn ook genoeg kids. die van een misschien iets ouder, van 6, 7, 8, 9 jaar. die dat juist hilarisch vinden. En, ja. Uh, ja, dat is natuurlijk. je moet een beetje naar je kinderen kijken. om te weten van ja, wat voor soort kinderen zijn dat. Bij mij thuis denk ik dat Pel World er niet in komt. Omdat okay. het, um, ik, ik, waar ik heel erg mee bezig ben. Ik, wat ik zei, ik moet het zelf spelen. Mm -hmm. En misschien dat ik het ook wel met ze speel om te kijken wat het is. Um, ik, ik, ik denk eerlijk gezegd dat het. Kijk, games kunnen iets positiefs losmaken in kinderen. Ja. En ze kunnen ook iets negatiefs losmaken in kinderen. Ja. En ik vraag me af in hoeverre Pel World positief is versus negatief. Nou, er zit de aspect aan. Ik, inmiddels weet ik een beetje jouw smaak. Uh, er zit bijvoorbeeld. Je kan heel veel bouwen. Hè? Je moet nee. een basis bouwen. En daar, ik heb prachtige bouwwerken gezien. Ik, ik heb ook het idee dat heel veel volwassen kinderen dit spelen. Okay. Als het ware. Uh, dus je kunt heel veel creëren. Uh, aan de andere kant zit er ook een pvp uh, um, gedeelte aan, waarbij... En dat zag ik ook, dat er dus gewoon van die van ijshols die langs kunnen komen en die jouw hele bouwwerk, waar je dagen mee bezig bent geweest, gewoon in de fik steken. Maar dat, dat kan, kan je, je wel uitzetten. Je kan toch wel spelen... Nee, natuurlijk. daar kan je voor kiezen. Maar, maar ja. het, het kan zomaar zijn, ik, ik had dat dus niet door. Hè? Uh, ik zat ja. dat te spelen en op een gegeven moment was ik te lang weg bij mijn kamp en ik kom terug en mijn hele kamp, uh, het, het stond... Het, het, het stelde niks voor, maar het was in de fik en ik had echt iets van... Hoe kan dat? Jesus Christ, weet <laughs> je. Dan moet ik helemaal overnieuw beginnen. Maar ik kan ook voorstellen voor een kind die heel erg trots is op Iets. Dat schuilen dat schat, dat, dat huidige blaas van ja, en, en, en anders heb je, heb je als ouder de gebakken peren. Want uh, of je mag in je avonduren mag je het zelf weer helemaal in elkaar zetten. Nee, maar, um, maar dat is gewoon, dat is gewoon vervelend. Dat is gewoon, ik bedoel, er als... zitten bepaalde risico's aan deze, camera, ja. laat ik het zo zeggen. En, en dat heeft Pokémon natuurlijk totaal niet. Maar kijk, dat is een beetje overgenomen van Minecraft. En in Minecraft heb je hetzelfde. Als ja. je met elkaar in Minecraft speelt, is het ook mogelijk om bij wijze van spreken met TNT mekaars bouwwerken op te blazen. En uh, er is een tijd geweest. Is dat dat bij mij ook wel eens gebeurde thuis en dan was het altijd huilig. Op. <laughs> en ik had zoiets van, oké, okay, dat is gewoon niet een goed idee. Je, nee. moet, dat niet, je moet dat niet introduceren. Nee. Um, je moet een beetje respect hebben voor mekaars bouwkwaliteit. Ja. En dat, um, ja, dus daar moet je wat regels over afspreken. En ik denk eerlijk, kijk, dat, wat dat Paul World gedaan heeft, die hebben gewoon geleend van allerlei succesvolle franchise en dat allemaal in één game gestopt. Klopt. En dat, <clears throat> ja, dat is in principe prima. Ja. En, uh, maar goed, dan, heb je, dan hebben ze dat soort dingen dus ook geïmporteerd. Maar is dat een beetje jouw jou, uh, jou, jou, jou regel, als het ware, voor jezelf? Van ik ga dan uh, mijn kinderen komen met... Oh, paar weet je wel, ik heb een Paul World. Weet je wel, ik hoor dat het heel vet is. Dat je dan zegt, oké, okay, weet je dat je dat s'avonds eventjes gaat downloaden... en zelf gaat spelen voordat je kinderen ermee aan de slag kunnen? Mm, ja, het hangt er vanaf. Weet je, ik zou, als ik aan de graphic zie, zou ik geneigd zijn... om er niet zoveel moeite mee te hebben. Maar het feit dat je er met wapencirkel ontlapt, zou ik toch wel eventjes gaan spelen. Je moet gewoon ja. even kijken wat het is. Ja. Ja, wat ik zei, het ene kind heeft er geen enkele moeite mee... en voor de andere kan het vrij heftig, heftig ja. zijn. Dus um, ja, nee, ik zei, ik moet het gewoon even spelen. Ik, ik heb het niet gespeeld. Um, ja, ik, ik ga het checken. Ja, Paul World dus. Dus um, let daar een beetje op als jouw kinderen hiermee thuiskomen... Uh, uh, dat ze dit willen spelen. Misschien even handig om erbij te zitten, omdat ja, ik vond bepaalde dingen dat ik dacht van, ah, ik weet het niet of dat nou zo tof is om voor bepaalde kinderen ook uh, daadwerkelijk uh, tot zich te nemen. maar goed, no. uh, Stormworks, uh, daar kwam jij deze week uh, binnen. het is een game uh, die een jaar of zes oud is. Uh, ja, wat is het voor game? nou ja, hij is niet een jaar of zes oud, hij is okay. zes jaar geleden is hij in early access oh, ja, ja, gegaan sorry, op, ja. uh, um, uh, op Steam. Uh, het is een interessant project uh, waarbij uh, het bouwen van voertuigen centraal staat. Die naam is een beetje van het heet Build and Rescue. Het idee is dat je um, je hebt een paar single player missies, en dan kun je uh, goed wat gestrande mensen hier op een olipor platform kun je redden, bij wijze van spreken. Mm -hmm. dat is, um, uh, um, eigenlijk is dat niet waar de game over gaat. De, waar de game echt over gaat, is dat je voertuigen bouwt. Mm -hmm. En ik vond het interessant. Ik heb een, een zoon uh, van 12 uh, die uh, is dit uh, bijna religieus gaan spelen. En niet zozeer uh, vanwege het um, uh, hoe de game eruit ziet, wat het allemaal doet. Maar dat kwam omdat je, um, je hebt een vrij geavanceerde um, bouw. Engine. Mm -hmm. Dus wat je doet je bouwt uh, voertuigen, je kan wat helikopters, drones, uh, uh, onderzeeboten, gewone boten, vliegtuigen. Uh, je kunt alles bouwen, mm -hmm. maar um, je moet daarbij wel in acht nemen hoe dingen werken. Dus als je bijvoorbeeld een schip wil bouwen, dan moet je rekening houden met, oké, okay, hoe is het drijfvermogen yeah. van wat je bouwt. Dus dat is vrij natuurkundig. En wat ik zo briljant. Maar wat je ook moet doen, wacht, voordat ik ga zeggen wat er briljant aan de game is. Uh, wat je ook doet, is dat je bijvoorbeeld um, gaat uitbouwen, hoe, uh, hoe motoren werken. Kijk, hier is een ja. goed voorbeeld. Je ziet er eigenlijk van ja, je bent uh, objecten aan het plaatsen. En die geef je bepaalde eigenschappen mee. Wat je daar met die puntjes zag, dat zijn eigenlijk uh, uh, natuurkundige eigenschappen die je mee kunt geven aan bepaalde onderdelen van het voertuig. Daarin is die game best wel hardcore. Dit is ja. niet voor kleine kinderen. Um, je nee. moet er echt gemotiveerd. Motiveerd zijn om een werkende motor te bouwen. Bijvoorbeeld voor in je schip of voor je helikopter of voor wat dan ook. Ja. Uh, vervolgens moet je ook rekening houden met uh, um, ja, hoe vliegt het dan uiteindelijk? Hoe is het draagvermogen van een helikopter bijvoorbeeld? Versus het gewicht wat je eronder hangt. Um, dat soort dingen zijn echt extreem interessant. Ja. Um, het bouwen van die motoren, dat, daar komt een boel bij kijken. Um, het is niet makkelijk, maar het is ook zeker niet onmogelijk. Mm -hmm. Um, het, het vereist wat doorzettingsvermogen en op een gegeven moment um, uh, ja, kun je bepaalde blokken, dus bepaalde blokken hebben bepaalde eigenschappen. Uh, daarmee stel je een, bijvoorbeeld een motor samen of iets anders wat beweegt. En vervolgens kun je al die blokken samenvoegen tot één specifiek blok wat je dus vaker kunt gebruiken. Ja. Nou, zo bouw je dus eigenlijk die game. En zo, uh, naarmate je verder gaat, bouwen mensen ook nieuwe dingen. En wat ik gezien heb, er is een ontzettend actieve community uh, rondom Stormworks die eigenlijk bezig zijn om Voertuigen te bouwen uh, en allerlei soorten uh, ja, design-oplossingen te verzinnen. Mm -hmm. um, en dat is echt heel erg tof. Dus het designen van voertuigen ja. gaat verder dan. Um, dan bij de meeste andere games. Weet je. Het is inderdaad gewoon zoals je hier ziet: je designt het schip, maar ook hoe het vaart, hoe het drijft, hoe het werkt. Uh, en hetzelfde geldt eigenlijk voor, uh, voor alle soorten voertuigen die je ja. hebt. Nou, ik, uh, ik vond dat geniaal. Mm -hmm. uh, dat rescue element, wat je hier zag, een blusvliegtuig, en hier dat je wat moet optakelen, weet ik wat. Dat geeft het een beetje een doel in het spel, maar daar gaat het niet echt om. Nee. Er zijn meerdere DLC's te krijgen, ook eentje die zich afspeelt in space ja. en dat soort dingen. Um, uh, zodat je echt specifieke um, uh, ja, dingen kunt bouwen. En, mm -hmm. Ja, weet je, ik, ik, ik zou wat dat betreft een beetje in het midden laten. Uh, wat je kind kan bouwen. Maar het is leuk om te zien dat er uh, zo ontzettend veel verschillende dingen zijn die je kunt bouwen. En ja, er zit ook een soort programmeertaaltje in. Uh, waarmee je eigenlijk op een visuele manier. je hoeft niet te, te kunnen programmeren, maar een soort visuele programmeertaal. Maar ja. je dus eigenschappen kunt toekennen aan allerlei soorten verschillende onderdelen van zo'n schip of, of het voertuig. Is het is natuurlijk eigenlijk een beetje gewoon uh, technisch lego. Alleen, uh, ja, met technisch lego kun je twee dingen maken en dan moet je weer een hele nieuwe set kopen. En hier kun je natuurlijk gewoon, als je één keer die game hebt, kun je eindeloos dingen maken. En, ja. uh, nou, ik denk dat je gelijk hebt, want waar, waar Minecraft gewoon lego was, ja. is dit inderdaad wat meer technisch lego. En dat um, um, het wat ik gezien heb is gewoon het bouwen ja. van voertuigen is zo ontzettend uh, geeft zo ontzettend veel voldoening. Als je eenmaal door hebt hoe het werkt, en dan moet ik wel echt zeggen van het de de lat ligt hoog hè? Het is niet dat je deze game aanzet en gelijk een nee. van een vliegend vliegtuig kunt bouwen. Je kind dat, moet wel gemotiveerd zijn. Ja, absoluut. En dat um, um, ja, dat 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 is mijn zoon en die vindt dat 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 die natuurkundige die natuurkundige insteek heel erg interessant. Mm -hmm. En dat um, hoe heeft hij dit ontdekt? Ja, goede vraag. Uh, <laughs> dit gaat via vriendjes, via, yeah. uh, 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 via, via YouTube kwam het langs. Ik moet je wel zeggen: het zit in een segment. Dus mm -hmm. je hebt meerdere van dit soort games. Waarbij het om bouwen en om een soort van. Ja, hoe werkt de physics van yeah. voertuigen en dingen? Um, als je dat eenmaal. Um, uh, uh, ja, als je dat eenmaal uh, in zo'n game zit of je speelt dat, krijg je vaak ook suggesties. Ja. Dus voordat je iets opzoekt op YouTube, dat ga je al snel doen mm -hmm. bij zo'n game. Want je, wil, je weet natuurlijk niet van gelijk nee, nee, nee. vanuit jezelf hoe het werkt. Dus je gaat YouTube filmpjes kijken, dan zie je ook vaak suggesties voor andere games langskomen. Dus dat um, uh, ik denk dat dat dit is. En dat um, uh, ik denk dat die er zo bij is gekomen. Er waren andere games. Die wil ik graag op een ander moment nog bespreken. Maar Stormworks is een, is een voorbeeld van een. Van een Game die echt creatief gezien iets bij in ieder geval bij mijn zoon losmaakt, yeah. wat ik fantastisch vind aan videogames. Yeah. Weet je wat ik echt, waarom ik zelfs games speel, is dat je wil, je wil ontsnappen naar een wereld mm -hmm. die jou creatief gezien of, of qua fantasie stimuleert. Weet je, of in van, wauw, wat er nu allemaal niet mogelijk is. En deze game die die geeft je de mogelijkheid om deze ja, om voertuigen te bouwen. Weet je, auto's, ja. raceauto's, vliegtuigen, helikopters, van alles en nog wat. En um, vaak hebben kinderen wel een soort voorkeur. Weet je, ze vinden, weet ik veel, juist inderdaad vliegtuigen tof. Mijn zoon vindt vliegtuigen tof. Dus dan gaat hij een vliegtuig bouwen. En dat, um, uh, maar goed, het kan van alles en nog wat zijn. En je kunt dus ook, uh, er zit ook een soort multiplayer in. Dus je kunt met elkaar dingen samenbouwen mm -hmm. of samen spelen. Ja, dat, um, uh, ik vond het fantastisch om te zien hoe rijk de mogelijkheden zijn. Is, is dit dan een is dit dan nog wel een game of is het gewoon een interactief bouwpakket met eindeloze mogelijkheden? Ja, tuurlijk is het een game, maar maar, ja. maar het is een segment wat ik niet kende. Nee. Ik, ik wist niet dat dit bestond totdat ik hij ook begon te spelen. Ja. En ik moet je wel zeggen dat is een ander ding. Dit is ontzettend buggy. Het is echt heel erg. Bundig. Nee, dat, dat snap ik. Maar ik, ik zat het een beetje te, 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 te researchen. En te gewoon googelen op Stormworks en trailers of video's. En ik krijg een shitload aan video's. En ik, ik vermoed ook voor volwassen mannen. Ik denk dat het voornamelijk mannen waren. Maar hm. uh, die ja, inderdaad complete uh, Boeing C-47's nauwgezet helemaal hadden nagebouwd. <coughs> het, het, het appelleert dus inderdaad al wel aan een. Het mooie van dit is natuurlijk van. Elk kind wil iets bouwen. En, ja. en wat ik zeg, 12 jaar is, is dan nog net een kind. Het wordt al bijna puber, maar je wil iets creëren. En er zit natuurlijk grens aan wat je kan creëren. Je kan met hout iets bouwen. Je kan, je kan met legosteen iets bouwen. Maar het gaat nooit zo ver dan dit. En ja, jij gaat ook niet zeggen van hé, hey, ik koop voor jou wel even een tweedehands auto en of een tweedehands vliegtuig, gaat zelf maar iets, iets nieuws van maken. Maar dit... De tweedehands vliegtuig, helaas niet. Ze nee. ruimte <laughs> voor de dat, uh... Maar <laughs> dit is natuurlijk wel iets waar je uh, fascinatie en dromen werkelijkheid kan worden. En wat ook interessant is... Dat is om... toch waarom je games speelt? Um, ja. Nee, ja. dat is waar. Ik, ik heb nooit de fascinatie gehad dan om iets te bouwen als kind. Maar had je de uh, mogelijkheid om iets te bouwen als kind? Ja, die videogames waren het natuurlijk niet. Maar ik had natuurlijk heel veel Lego. Maar ik was vooral bezig met iets te bouwen wat ik weer kon slopen. Ik, was, ik zat nogal ontzettend in het militaire, uh, si, uh, militaire. Maar aan de andere kant, het zorgde wel voor die fantasie. Ik, zat in een fa ik was heel erg bezig met fantasiewereld. Ik kon echt ja. zetten mij op mijn kamer neer met mijn playmobil en mijn Lego. En ik. Je had geen kind aan mij, als het ware. Maar het grappige is, want ik vind dat hier namelijk hetzelfde. Want als ja. je als je goed kijkt naar die games, dan zie je, je hebt die voertuigen en verder niet zo heel veel. Nee, ze hebben die, echt gefocust op ja, dat onderdeel. Die wereld de wereld rest... is nagenoeg leeg. Ik ja. bedoel, er zijn wel, weet ik vind wel wat landschap. Of ja. als je in de ruimte bent, heb je dan de aarde of de maan of weet ik van wat. Maar het is niet, ja, er, er wordt niet opgedrongen <coughs> hoe die wereld is. Dat nee. je kunt daar met fantasie <laughs> vrij veel zelf mee doen. En dat vond ik, ja, dat vind ik echt heel interessant. Als gamesjournalist is het. Kijk je er heel anders naar. Het eerste wat je ziet is van... Jezus, oké, okay, die, die, die auto is wel tof, maar de rest heb ze echt geen reet nee, meer gedaan. Kun, dit, dit, serieus, maar het dit, kind dit, dit, dit kun dus je niet begrijpen als nee. je dit niet speelt. Nee. En daarom is het ook... Ik vind het een interessante niche. Omdat je, je ziet gewoon van je... Um, ja, dit is deze game. Dit, dit is niet welcoming, weet je. Nee. Wordt, je wordt niet met open armen ontvangen en zeggen van... Nou, kom maar mee. Je moet dit doen en je kunt dat doen. En zus doen en zo doen. Dat is er allemaal niet, weet je. Ja. Het is gewoon... Het is best wel hardcore. Er zijn een paar leveltjes die makkelijk zijn. En dan heb je zoiets van: wat ben ik aan het spelen? Dat stopt dan ook. En vervolgens, dat was het. Vervolgens, veel plezier ermee. Je kan nu ja. zelf voertuigen gaan maken. Ja. Maar dat is wel. Um, uh, uh, ik vind dat wel iets heel erg belangrijks in videogames. In mijn tijd waren games waren niet per se iets waarin je dingen kon creëren. Je kon ervaren wat anderen gecreëerd hadden. En dat is nu dus anders. Ja. Wat ik al zei, er zijn, er zijn een hele zooi aan, aan games, een hele, hele rij, rits aan games. die zoiets of iets doen wat erop lijkt. Maar Stormworks is bijzonder, omdat ik vond het um, eigenlijk een van de. Uh, of een game die de meeste evenwicht had tussen techniek, hoe moeilijk het is om te bouwen. En ook hoe makkelijk het is om het te bouwen. Ja. Want het is niet onmogelijk voor een kind om uit te zoeken hoe dat werkt. Je hebt alleen nee. wat, wat, wat intrinsieke motivatie nodig. En als je die aan de dag kunt leggen, dan is Stormworks uh, perfect. Wat ik net al een beetje zei: er zitten hier en daar nog wat bugs in. Ja. Ik geloof dat de game officieel ook nog niet helemaal in, uh, in, 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 uh, gereleased is. Het blijft een <laughs> beetje een soort beta. Na zes, ja. zes jaar, het blijft beta. <laughs> Maakt verder niet uit. Um, ik ben wel uh, op een gegeven moment heb ik geprobeerd om met de developers uh, Geometa, zoals het bedrijf nu heet, in contact te komen. Geen enkele respons. De nee. website doet het niet. Uh, uh, er is niemand thuis. Ze, nee. ze maken dit met een heel klein team. En er is niemand bezig met klantenservice. Nee. Dus dat, uh, dus maar er is wel een community, er is een forum en weet ik wel, daar, daar kun je wat, wat vragen op kwijt. Uh, maar, maar de, de developers gaan je, niet, uh, gaan je niet helpen. Het is eigenlijk wel raar. Want. Blijkbaar als ik kijk naar het, het aantal YouTube video's wat hier staat, is, is, is die game groot? Ontzettend veel mensen spelen dit. Zou je zeggen van dat is interessant voor een publisher? Maar nou, zo'n game is ook opgezet. Als het een AAA publisher is, wat je vaak ziet, is dat ze het beperkt maken. Want mm. uh, ja je wil natuurlijk ook die DLC's daarna nog allemaal verkopen. Dus om nou meteen alles maar weg te geven. Ja. En hier zie je eigenlijk is dit. Het is een veredeld hobbyproject waarbij ze eigenlijk gewoon van: Oké, okay, weet je wel, hier zijn alle tools en ga maar gewoon je gang gaan. Dat, die vrijheid zie je eigenlijk niet in die, zeg maar, die commerciële pro, producten. Ja. ik denk dat dat het voor dat dat juist voor kids ook zo tof is. Het is gewoon een speeltuin waarin je kunt maken wat je wilt. Doet hij dan ook nog wat uh, met die, met, die met, 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 met zijn vliegtuigen? Heeft hij een garage of is het zo van: Het gemaakt klaar uit elkaar en dan weer iets nieuws? Nee, nou, nee, nou, je saved het. En inderdaad, ja. je hebt een soort. soort... Garage, virtuele garage, waar al die dingen in staan. Ja. En wat hij er voornamelijk mee doet, is ja vliegen met, met een vriendje. En die heeft, ja. vindt het ook tof om dingen te bouwen. En dan zitten ze in dat vliegtuig. <laughs> en dan vlieg je ermee rond. Dat zit. Ja. En dat, um, ja, ik denk dat dat uh, een beetje het doel van het spel is ook. Denk, denk je dat hij op een gegeven moment een stap gaat maken naar uh, Microsoft of flight Sim Waar het. But echt realistisch wordt, zo van, want dit is natuurlijk bouw is realistisch, maar ik denk dat het lang niet qua vliegen en alles zo realistisch als een flight sim. Nee, het gaat niet om het vliegen, het gaat er om iets vliegends te bouwen. Ja. Dus waar uh, Max flight simulator dat gaat helemaal om het realisme. Dat speelt je ja. ook, weet je. Dat is ook super tof, maar dan is het echt van ja, dat vliegtuig en zus vliegtuig en zo vliegtuig. Maar, maar wat Stormworks doet, is zo van, oké, okay, hoe werkt mm -hmm. uh, lift, weet je? Dus hoe, yeah. hoe gedraagt de, de uh, je vliegtuig zich in de lucht? Hoe, uh, uh, hoe zijn je Vleugels, hoe je de kracht de van ja. je motor ja, ja, ja. van je motoren um, en dat soort uh, aspecten moet je gewoon even doorhebben. Dat Dan moet je even leren, ja. um, En dat kan ook bijvoorbeeld doordat je gewoon uh, dat heb ik hem in het begin ook even al zien doen. Je download gewoon door anderen gecreëerd werk. Dus je downloadt een vliegtuig van iemand anders en dan ga je dingen aanpassen, ja. net zolang tot het niet meer werkt. Nee, precies, en dan weet ja, je gewoon van nou, dit maakt het verschil. Zo werkt het dus, ja. En dat dat leerproces is, ik vind het. Ik vind het fascinerend, want stel je voor dat jij een kind wil leren hoe een vliegtuig werkt. Weet Snap je, ik. Dat dat die, die theorie is saai, maar dit is een vorm van praktijk die kinderen leuk vinden. Maar dat, je 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 kind moet het wel, uh, die moet dat intrinsiek wel willen leren, want wat je ook kan krijgen is van, oké, okay, je kunt het downloaden van anderen. Oké, okay, nou daar heb ik zijn vliegtuig, prima, ga ik vliegen, Toppie. Maar daar is niks mis mee. Is niks mis mee, maar uh, ja. Maar dat is hoe het, hoe het begint natuurlijk. Want je gaat niet ja. vanuit het niks... Ik zag zo'n C-130, weet je, of C-170, groot vliegtuig. Dat bouw je niet even zelf. Nee, maar dat is mm. natuurlijk ook zoals pubers op een gegeven moment... bijvoorbeeld uh, leren hoe een computer in elkaar zit... of hoe je een brommer in... Ja. Je neemt iets, je slaapt het uit elkaar. Je slaapt het uit elkaar je denkt, oké, okay, fuck it. Uh, oké, okay, dus ga ik nu... Oh, lukt niet, weet je wel. Je hebt er nu dan de YouTube-video's bij. Dat is natuurlijk wel leuk. Denk je ook van... Um, geloof jij hier meer in door op deze manier te leren dan op school nou, of zou dit op school ook kunnen werken? Want ik, ik 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 was laatst op mijn middelbare school uh, dit weekend en nou dus al hadden ze een paar van die computerlokalen waar je ook robotica had en dat soort dingen. Dat had je in mijn tijd helemaal niet. Was in nee. Latijn, Grieks, dat soort dingen. Je ziet wel dat mensen nu steeds meer snappen dat uh, uh, dingen maken of gamification. Weet je, dus ook in game ja. Verband iets spelen, ik zag dat ze stripboeken hadden in het Engels van van Asterix en Obelix. Nou, echt serieus. In mijn tijd was dat verboden, weet je dat ze wel ja. snappen van spelende wijs leren is belangrijk. Ik kan me voorstellen dat jouw zoon, wie weet wel, heel langzaam zoiets heeft van pa. Ik wil vliegtuigbouwkunde ooit gaan studeren ja. in Delft. Ik weet niet waar het is, Maar ja. ik, ik nee, noem maar al dat, wat dat, dat dat heeft. Hij ook en dat ja. dat, dat dat is zo. En daar spelen dit soort games een grote rol in, ja. Maar er is een hele grote maar. Weet je okay. zegt van ja, hoe werkt dit op school? Nee, dit werkt niet op school. Want ik denk ten eerste, er is geen leerkracht die <laughs> snapt hoe dit werkt. Nee. Dus het is heel hoogdrempelig. Ja. Uh, je gaat alleen maar kinderen die intrinsiek gemotiveerd zijn om, om ja. uh, met dit soort natuurkundige um, bouwprocessen aan de slag te gaan, die ga je motiveren om te doen. Voor de rest is dit. Ondenkbaar, het ja. is gewoon veel te hoogdrempelig om hiermee aan de slag te gaan als je het niet echt tof vindt om zelf een raket of een vliegtuig mm -hmm. of een boot te bouwen. Ja. Dus dat, um, dat is een ander ding. Um, uh, dit werkt daarom niet op school. Het is geen. Okay. Het is een. Uh, uh, weet je, het is een leertool die het makkelijk maakt om een vliegtuig uit elkaar te slopen. Ja. Uh, waar dat in het echt nagenoeg onmogelijk is. Ja. Um, maar het is niet, dat is niet een manier om te leren. Je gaat niet een hele klas een vliegtuig uit elkaar laten nee, slopen. Om te dat, kijken wat er gebeurt. Dat snap ik. La, Laat het dan omkeer. Ik denk dat, dat elke ouder uh, het toffer vindt als zijn of haar kind iets creatiefs doet met games. Dus iets, ja. iets weet te creëren. En nou weet ik ook wel, dit, dit is high-end, weet je wel. De, maar er zijn een shitload aan games waar je dingen bouwt. Uh, animal Crossing, weet je wel. Super makkelijk tuintjes bouwen, ja. uh, dingen. Heb jij zoiets als ouder van... Uh, je, je kan best een kind hebben wat heel moeilijk gemotiveerd raakt. En dus heel makkelijk uh, TikTok-video's, YouTube-video's. Nou, Roblox een beetje. Of juist gewoon alleen maar competitief een beetje slopen, weet je wel. Hoe, hoe zet je je kind... Probeer, hoe kan je, je kind toch over een drempel krijgen dat hij iets gaat creëren in plaats van alleen maar consumeren? Nou, je moet het aanbieden, dat ja. is één. Um, wat ik zie is dat uh, de games waarin je kunt creëren en kunt bouwen, ook Animal Crossing is goed voorbeeld van, mm -hmm. dat zijn games die langer gespeeld worden. Daar wordt ook veel meer, um, uh, ja, er wordt veel meer uitgehaald, eigenlijk. Um, ik denk dat games waarin dat niet gebeurt... daarin zijn ze sneller op uitgekeken. Mits ze niet in de multiplayer verzeild raken met elkaar. En aangezien ja. ik meerdere kinderen thuis heb... die veel <laughs> met elkaar multiplayer... dan zie je dat dat toch wel veel gebeurt. Dat is hier wat moeilijker mee natuurlijk. Ja. Vaak ook praktisch gezien omdat je um, je hebt één Steam-account en je gaat niet die game drie keer kopen voor drie verschillende Steam-accounts. Dat doe je niet. Nee. Dus wij hebben thuis één Steam-account, één Xbox-account, één Nintendo. Dus ja, weet je, wat kunnen ze met elkaar spelen? Ja, dat zijn games als Roblox en Minecraft en weet ik wat. Dat kunnen ze op al die platforms spelen en dan tegen elkaar. Maar dit is, dit is er echt alleen op Steam. Ja. Goed. Um... Nou ja, binnenkort gaan we weer een nieuwe Gamekings for Kids uh, doen. En uh, komen we weer met nieuwe games uh, om aan jullie voor te leggen. Ja.